Welkom op mijn YouTube kanaal. Als je mijn video leuk vindt, geef me een like, abonneer en klik op de bel notificatie voor de nieuwste video. Laat in een reactie weten wat je van de video vindt. Zo, mijn lieve kijkers, ik ben mijn kip aan het schoonmaken, wassen. Ik heb het net geboild een beetje. Nu ben ik aan het wassen, koelen. En dat ga ik nu koken. Ga ik omgieten. Even een keer uitkoelen. Heet. Oké, dan is die klaar. En nu ga ik mijn peper, knoflook, uien, kruntje blenderen. Dit is een mooie handmatige crunchapparaat. Weet je, dat is heel makkelijk. Hoeft niet, is niet met elektra of met batterij. Die is mooi fijn geworden. Dan ga ik hem straks in de hete olie zetten. Zo, lieve kijkers. Nu ga ik mijn uien, knoflook en peper bakken. Lekker. Zo. Die bak ik altijd eerst. Lekker aan het puzzelen. Zo, hij is al een beetje mooi gebakken. Dan ga ik de curry erin zetten. Zo, één. Dan ga ik kijken of er nog meer nodig is. Misschien wil ik niet zetten, weet je dat? Laten we zeggen 2 eetlepels. Die gaat mooi bakken. Dat is de kip. Dan ga ik mijn kip erin zetten. Het ziet er prachtig uit, hè. Krijg je gelijk honger. Ik hou van kippen van de boerderij, weet je, die biologische kippen. Die zijn altijd zo lekker en smakelijk. Dan zet ik een beetje zwarte peper. Dit maakt het heerlijk. En dan zet ik de zout. En ik zet altijd een beetje ketchup. Niet veel. Veel mensen houden van tomatensaus te zetten en zo, weet je, ik hou niet ervan. Ik hou niet van tomatensaus. Als ik tomatensaus wil eten, dan kook ik apart. Met tomatensaus alleen. Maar niet met curry en tomatensaus. Dus dit is mijn recept. En nu mag hij rustig gaan sudderen. Een beetje zachter vuur, dus niet te harde vuur. Dan laat ik jullie zo zien. Zo, lieve kijkers. Kijk. Hij staat goed hoor. Lekker aan het kroetelen. Heerlijk. Hij ziet er goed uit. Hij straks lekker smaken hoor. Zo. Zo, lieve kijkers. Mijn kippie is klaar om te smullen. Lekker hoor. Heerlijk. Dat is helemaal klaar. Zo, lieve mensen. Nu ga ik een stukje groente erin zetten. En dan is hij helemaal klaar voor hem te serveren. Helemaal geen vet. Een stukje olie erin. Heerlijk is het. De soepgroente. Ik hou niet van snijden. Fijn te snijden, weet je. Ik hou van zo. En dan mag je lekker stomen. En lekker sudderen een beetje. Dan is het klaar. Ik zou zeggen, eet smakelijk! Bedankt voor het kijken naar deze video. Laat in een reactie weten wat je van de video vindt. अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट्स देना और नोटिफिकेशन बटन को भी दबा देना ताकि नया वीडियो आपको मिल सके. फिर मिलेंगे. बाय बाय.